ik ben Iwijn Segers. Ik had het graag even gehad over het fenomeen Lieve Scheire. Fenomeen, ja, die gast komt gewoon heel vaak op televisie. Niemand weet waarom. Of, ja, ik snap het helemaal niet. En je ziet ook dat ik dit oprecht meen. Alex. Lieve. Gedaan, ik vind u ontzettend grappig. Echt waar, gewoon als mens. Je zei dat de streek van waar ik kom, ik wil echt een keer bezig zijn alleen. Lieve. Wat moet ik doen? Het binnenste van mij laten zien. Leven, echt, please, alsjeblieft, kom erbij. Al die non-talenten, ik ben het beu. Ik wil echt talent. Doe het echt wel. Alsjeblieft, doe het voor mij. Ik vind dat Lieve Scheire moet terugstaan op de nee. Ja, de reden van mijn betoog is dat Lieven moet proberen terug stand-up te doen. Voor Comedians of Comedy. Comedians of Comedy. Anders zet je Jeannette. Dat wilt je toch niet? Spreek voor zich. There you go, Lieve Scheire. En allemaal komen kijken. Lieve Scheire, ik ben fan van. Lieve Scheire, het is Alex Agnew hier. De stem van God. In godsnaam, wat zit je op de tv te doen, mens, met die kutprogramma's te maken waar niemand nog kijkt? Begin terug te stand-uppen. Lieve Scheire, het is de goeroe die spreekt tot u. Je moet terug stand-up comedian doen. Ja? Uw kleine, al mag dat wel, maar dat is voor uw vrouw. Jij moet terug op het podium. Oké? Okay? Gaan we zo afspreken dat jij terug stand-up comedian doet? Ik was fier op jou. Ik dacht dat is de toekomst van de stand-up, maar nee, je laat ons in de steek. Jij homo! Doe nu gewoon even mee met Comedians of Comedy. Als jij komt, dan kom ik af. Stand-up comedian, dat is uw plaats. Ja? En wel onmiddellijk, hè? Beste Lieve Scheire, jij hebt wel tijd om dag na dag, week na week, bij ons alle vrienden van werk in de fauteuil te gaan zitten. Gebruik die een tijd om eens wat moppen te schrijven, krab het podium op en word terug stand-up comedian. Oké? Oké, santé. Lieve Scheire, we al 2 jaar geen comedy meer. Lieve Scheire, hebben we het opgegeven voor comedy te doen. En ik zie bij deze Lieve Scheire, jij laffe fucking kuthond, jij moet terug stand-up comedy doen. Ik heb een dochter en ik doe nee, die vindt en ik doe geen stand-up comedy niet meer, gasten. Allee, come on, hè. We willen allemaal gewoon even een klein actje. Maar ik moet dat doen. Kwartierke 20 minuutjes, dat is net al niet zoveel gebracht. Come on, mijn lieve. Echt waar, stand-up comedy is de eerlijkste vorm van bestaan gewoon weg. Dus kom uit je beschermde kutschulp en kom terug stand-up doen. Lieve Scheire, ik meen het. De vraag aan ieder zijn lippen, zelfs op schaamlippen, is wanneer gaat Lieve Scheire terug stand-up comedy doen? En hij kan zeggen, ja maar ik doe nu humor met neveneffecten, ja. Maar dat is toch een klein beetje Jeannette recht tegenover wat hij vroeger deed. Hè. Vroeger was hij een fucking goede stand-up comedian. En nu is de Jeannette een homo. Fucking watcher. Een pussy. Lieven, ik heb het nog wel. Ik ben David Schalen van het komische duo Winok en Halle. Maar ik ben het ontgroeid. Ik ben eruit gekomen. Lekker dat hij uiteindelijk moet uitkomen van de neveneffect. Dat is familie, die haast doen dat niet zo goed. Hier zit de beste neveneffect uiteindelijk. En hij moet losbrengen. Hij moet comedy weer doen. Ik weet het, het was niet zo goed. Maar die mensen van Comedian of Comedy willen dat. Lieve Scheire, alstublieft. Ik vraag het u met al mijn goedheid, mijn volledige kapsel en mijn goddelijke lichaam. Lieve Scheire, wij vragen met aandrang, samen met alle comedians die Vlaanderen rijk is, doe het nog één keer. Doe het nog één keer voor ons. Doe het voor jezelf. Doe het voor de liefde van het beroep. Fucker, doe het!